Er is aan ons gevraagd wat we ervan vinden om toch een soort samenwerkingsverband te hebben. Door één geheel te worden in het centrum. Maar ja, helaas waren er niet zo heel veel ondernemers. Van de om en nabij 140 stadshartondernemers kwamen er slechts 15 naar de bijeenkomst. Hoe verklaar je dat? Ik denk dat het vertrouwen van de ondernemers wel een beetje inmiddels na alle jaren... Nou ja, nog minder als het nulpunt is. Want ja, als er beloftes worden gemaakt en je betaalt als ondernemer de afgelopen jaren een hele hoop geld en er wordt gewoon niks van waargemaakt, ja. Niettemin werd er door de wel aanwezige ondernemers toch gestemd om te kijken of er nog bereidheid is om tot een gezamenlijk plan te komen voor dat aantrekkelijkere stadshart. Geef ik nu de gelegenheid toe. Van de 15 aanwezigen staken er uiteindelijk 10 hun hand op. Volgens wethouder Grimbergen een bemoedigend signaal. Nou, dat betekent dat er een verbinding is in stadshart. En dat mensen toch bereid zijn om met elkaar te gaan kijken of er nog een initiatief mogelijk is. Leon Knaap, die een schoenmakerij runt in het centrum, heeft ondanks alle verdeeldheid in het verleden de hoop op een goede samenwerking nog niet helemaal opgegeven. Ik ben nu al, ik denk al 40 jaar ondernemer in Lelystad. En het is altijd hetzelfde verhaaltje gebleven. We wijzen nooit een keer met de neus in dezelfde richting op. En ik hoop dat het nu eens een keer gaat gebeuren. Wat zou u graag gestalte zien krijgen? In het centrum? Mm-hmm. Nou, in eerste instantie dat het in ieder geval schoon is, veilig. En dat de bestrating overal hetzelfde is. Ik denk dat een gezamenlijke pot heel belangrijk is. Waar alle ondernemers iets in investeren. Zodat er activiteiten en evenementen komen. Dat de Lelystedeling en de consument gewoon weer een plezierig stadshart ervaart. Een voorzichtige eerste stap tot eensgezindheid dus die hier wordt gezet. Ondernemer Knaap hoopt dat het dit keer wel tot iets gaat leiden. Ik mag het wel hopen, ja. Want in het begin heb ik al 40 keer meegemaakt. Dus en ik hoop dat er nou een keer een eind op komt.